President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag vertrokken naar Barbados om de Afri-Caribbean Trade and Investment Forum 2022 bij te wonen. President Santokhi zal deze bijwonen in de hoedanigheid van CARICOM-voorzitter. Het evenement dat tussen 1 en 3 september 2022 zal plaatsvinden, heeft als thema One People, One Destiny, Uniting and Reimagining Our Future. Het doel van dit event is het bevorderen van de ontwikkeling van strategische en zakelijke partnerschappen tussen zakenlui van Afrika en het Caribisch gebied. Vice-president Ronnie Brunswijk zal in de tussentijd waarnemen als president. Daarnaast heeft minister Armand Agaibesing van Financiën en Planning besloten om nog enkele weken aan te zitten, totdat er een passende opvolger is geïdentificeerd. In een onderhoud met president Santokhi is dit bevestigd. Agaibesing is nog nodig op het departement voor de voorbereiding en afronding van de begroting 2023, het hervormingstraject onder een IMF-gestuurd programma en de lopende herschikkingsonderhandelingen met commerciële en bilaterale crediteuren.